Ja. Oké. Okay. Een bagel. Ja. Oh, nee, dat is stil. Wie stil? Ik had nog een video. Hier rechteraar. Hier waren we. Kijk. Honorable Mayor, Kvoda Rav, community leaders, dear friends. For me, Hanukkah is the most favorite festival, holiday. And I remember as a child every day that we were supposed to receiving an additional present, an additional gift, because this is a tradition. So how can't you love such a great, beautiful festival? Now, Hanukkah is also probably one of the most universal festivals of the Jewish faith. It's family values, but we also talk about the future, about light, hope, peace, all of us to come together. So let me just thank you so much for inviting me, for giving me this opportunity, being here with you, and wishing each and every one of you and members of your family Chag Chanukah Sameach, Chag Purim Sameach. Dat magische moment, het langer worden van de dagen, vanaf 22 december. Mensen, waar ook ter wereld, heeft dit gegeven altijd gefascineerd. In veel culturen en in veel godsdiensten vieren mensen die magische wending van toenemende duisternis naar toenemend licht. En anno 2014, een feest waar iedereen welkom is en waarop alles draait om vrijheid van geloof. Om die te bereiken is er, zoals de Chanukah geschiedenis leert, soms heel veel inzet nodig. Moed en vertrouwen voor de uitdagingen die ons wat dit betreft nog te wachten staan. In die ene straat, die ene stad, dat ene land, die ene wereld die we als mensen met elkaar delen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Waar we naar streven is de vrijheid om te mogen denken, om te mogen voelen wat we willen voelen en om te geloven wat we willen geloven. De vrijheid, kortom, van godsdienst, de godsdienstvrijheid. En dat is de essentie van wat er bereikt is met die Chanukah. En dat is eigenlijk het feest wat we vieren. En dat is het wonder ook dat op het ogenblik zoveel mensen van verschillende geestelijke komaf hetzelfde feest beginnen te waarderen en zelfs te vieren wat wij nu met z'n allen hier in de wind en in de kou hier staan te vieren in Utrecht
in het hartje van Nederland. De Chanukkah-lichten steken we aan als het begint duister te worden. Wij Joden hebben de loop der jaren helaas veel duisternis meegemaakt. De boodschap van Chanukkah is het licht die aangestoken wordt als ik duister begin te worden. Ik bedank iedereen voor uw komst.